Tot de taak van de boer behoort het schoonhouden van de sloten op zijn land. Want te allen tijden moet het overtollige water afgevoerd kunnen worden. Ook wanneer men met vereende krachten dit alles behalve aangename karwei verricht, duurt het toch geruime tijd voordat een sloot schoon is. Kort geleden besloot het waterschap van de Oude IJssel de baggerwerkzaamheden mechanisch te doen geschieden met een slootreinigingsmachine. Dit betekent een aanzienlijke besparing van arbeidskrachten. De machine kan namelijk door één man bediend worden. Het vuil wordt door een roterende vijzel, die is uitgerust met van snijkanten voorziene graafschroepen, naar de uitwerper gevoerd, waaraan zich snel draaiende bladen bevinden die het slik en de fijn gesneden plantendelen in een wijde boog wegslingeren. Behalve voor het reinigen van sloten dient de machine op deze wijze tevens als bemester van de bouwgrond. Dit slootreinigingsapparaat, dat zijn arbeid snel en grondig verricht, is het eerste dat in Nederland werd ingevoerd. In Overijssel is men er tevreden over. De vuile sloot is na afloop van de operatie zo helder geworden dat men er zich in kan spiegelen.